Welkom, we zijn hier aanwezig op Vogelzang te Heverlee. Een woonzorgcentrum met 89 kamers, inclusief leefruimtes, verpleegposten, aansluiting met cafetaria, inkomgehelen. We werken hier voor ION met als architect Archipelago, ingenieur stabiliteit DS engineering, ingenieur technieken omgevingsaanleg Infrabo. Persoonlijk ben ik heel trots op het gedeelte in het project dat we samen met ION doorgedreven optimalisaties hebben kunnen uitvoeren zonder in te boeten op de kwaliteit voor de gebruikers. Om de bouwwens te kunnen realiseren binnen het budget hebben we de uitwerking van de optimalisaties en de wijzigingen op ons genomen. We hebben het volledige dossier uitgewerkt naar een uitvoeringsdossier. In de vroege fase hebben we het gebouw virtueel gebouwd tot een 3D BIM-model. Dit is dan gediend om de optimalisaties goed in kaart te kunnen brengen. Zo hebben we de structuur van de gevel volledig omgezet naar geprefabriceerde betonnen balken en kolommensysteem. De meerwaarde voor mij was vooral dat het 3D BIM-model als kapstok heeft gediend doorheen het hele project om iedereen van het bouwteam en iedereen daarbuiten ook op dezelfde lijn te kunnen krijgen. ION treedt op als bouwer in dit project, waarbij het de bouw coördineert en financiert. Er zijn twee grote uitdagingen in dit project. De eerste grote uitdaging is dat wij een aantal optimalisaties hebben moeten doorvoeren om efficiënter te kunnen bouwen. We hebben dit kunnen doen in samenspraak zowel met de aannemer als met het woonzorgcentrum. De tweede grote uitdaging heeft betrekking op de werforganisatie, waarbij dat we een aantal tijdelijke voorzieningen hebben moeten treffen naar de bewoners toe, zowel in tijdelijke wooncontainers als een tijdelijke keuken. Wij werken zeer graag in een constructieve sfeer en de samenwerking met Hoube past daar perfect in. Een sterk bouwteam kan tot stand komen met duidelijke communicatie, vertrouwen en begrijpen wat de belangen zijn van ieder individu. Doordat we hier enorm veel belang aan hechten, kunnen we hier toch wel zeggen dat alle neuzen in dezelfde richting staan, wat het resultaat van het project alleen maar ten goede komt samen met een goede sfeer. In deze eindfase zijn we momenteel bezig met de collega's van onze nazorg om de gebruikers te blijven ondersteunen.